Wat is dividend en wat is dividendbeleggen? Hoi, ik ben Elke van Online Vibes. Een dividend kan je zien als een soort rente die je krijgt op aandelen die je in je bezit hebt. Een bedrijf dat winst gemaakt heeft, kan de winst gaan verdelen onder alle aandeelhouders. En als jij een van die aandeelhouders bent, dan krijg je ook zo'n winstuitkering. Meestal wordt zo'n dividend betaald in cash geld op je rekening. Dat is het verschil met de meerwaarde van een aandeel. Dan ja, zal het aandeel meer waard gaan worden als je verkoopt, zodat je dan meer geld krijgt. Maar bij een dividend hoef je je aandeel niet te verkopen. Je houdt het juist in je bezit. En in ruil krijg je een stukje uitgekeerd rechtstreeks op je rekening. Meestal is dat gewoon in cashgeld. Het kan ook zijn dat je het uitbetaald krijgt in aandelen. Sommige bedrijven keren het 1 keer per jaar uit, andere verdelen het in 4 keer per jaar, dus dat je elk kwartaal een stukje van het dividend krijgt. Zo'n dividend is geen vast percentage, dat kan elke keer verschillend zijn. Het bestuur gaat kijken hoeveel dividend dat ze willen uitbetalen en dat gaat ook afhankelijk zijn van het aantal winst dat ze gemaakt hebben. Als ze het ene jaar veel winst gemaakt hebben, gaat het al wat meer zijn dan een jaar waarin ze veel minder winst gemaakt hebben. Dus afhankelijk van hoeveel winst zij gemaakt hebben, kan het ook zijn dat ze meer of minder dividenden gaan uitkeren. Een bedrijf hoeft geen dividenden uit te keren. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun winsten opnieuw in hun eigen bedrijf gaan te investeren, om zo verder te kunnen groeien. Dat zie je ook voornamelijk bij nieuwere bedrijven. En oudere, gevestigde bedrijven die zo'n beetje een stabiele winst hebben, die geven vaker dividenden. Hoe wordt nu bepaald wie zo'n dividend krijgt? Wel, ten eerste heb je de aankondigingsdatum. Het bedrijf kondigt dan aan hoeveel het dividend bedrijft en wat de ex-dividenddatum is. Die ex-dividenddatum, dat is heel belangrijk, want voor die datum moet je die aandelen in je bezit hebben om ook een stukje van die uitkering te krijgen. Als je dat aandeel zou kopen op de ex-dividenddatum of erna, dan krijg je geen dividend. Uiteraard het volgende jaar of volgende kwartaal, afhankelijk of ze 1 of 4 keer per jaar betalen wel, maar op dat moment niet. Dus als je het aandeel voor die ex-dividenddatum in je bezit hebt, dan krijg je wel die uitkering. Nu is het zo dat dat niet onmiddellijk uitbetaald wordt. Nee, eerst wordt op die ex-dividenddatum bekeken van wie heeft allemaal die aandelen in zijn bezit en dan gaan ze dat allemaal checken en zo. Als je bij je broker zit, dan wordt dat ook bepaald dat jij dat gaat ontvangen. En dan een paar weken later heb je de betaaldatum, de payout date, en dat is de datum dat er effectief het geld op je rekening komt te staan. Je broker die regelt dat allemaal, hoef je zelf niks voor te doen. Je zal gewoon een afrekening krijgen en het bedrag zien verschijnen. Nu, het bedrag dat het bedrijf bepaald heeft, een bepaald bedrag per aandeel, zal niet integraal op je rekening komen, jammer genoeg. Want er gaan nog een deel belastingen af. Buitenlandse bronheffing, roerende voorheffing, kosten voor de incassostelling, btw. En dat bedrag dat dan overschiet, wordt dan op jouw rekening gestort. Heb je Amerikaanse aandelen, dan wordt het eerst berekend in dollars. En het eindbedrag, met alle kosten eraf, dat wordt dan omgezet in euro's. En in euro krijg je dat dan op je rekening. Qua belastingen is het voor Nederland een beetje voordeliger. Nederlanders betalen 15% dividendbelasting. Voor België is dat 30% roerende voorheffing, dus dat is toch wel een verschilletje. Als je nu internationale aandelen bezit en daarop dividenden krijgt, dan kan het zijn dat je 2 keer kosten hebt afgehad. Kosten van hier, kosten vanuit het buitenland. Dus als je die dubbele kosten, heb je 2 keer kosten moeten betalen. Wat je dan kan doen, zijn alle dividendinkomsten op je belastingbrief invullen. En een stuk van het dubbel betaalde aan belastingen, dat kan je dan terugkrijgen. Misschien heb je wel eens gehoord van dividendbeleggen. En dat is er bewust voor kiezen om met dividendaandelen aan de slag te gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogte van de dividenden. Dus niet zomaar eender welk bedrijf dat een dividend uitkeert. Maar echt wel bedrijven die hele hoge dividenden uitkeren om daarin te gaan beleggen.
Daarbij ga je ook kijken dat het niet zo eenmalig is uitgekeerd, ook al is het een hoog bedrag, maar dat het een bedrijf is dat jaar na jaar na jaar steeds dividenden uitkeert, zodat je daar een zekerheid in hebt. En als het dividend uitgekeerd is, heb je twee keuzes wat je met dat dividend kan doen. Je kan het op je persoonlijke rekening storten en je kan het gebruiken als leefbaar inkomen of iets leuks mee gaan doen. Je kan het dus opgebruiken. Of je kan zeggen, nee, ik ga het niet opgebruiken, ik laat het staan en ik ga het zelfs opnieuw investeren in datzelfde dividendaandeel. Of misschien in een ander dividendaandeel. En dan heb je het voordeel dat je rente gaat krijgen op je rente. Dus de volgende keer krijg je dividend op dat stukje dividend dat je opnieuw geïnvesteerd had. En zo gaat het opbouwen en gaat het exponentieel kunnen groeien. Zelf beleg ik niet bewust in dividendaandelen. Ik ga niet kijken wat de hoogste dividendaandelen zijn die de meeste dividenden uitkeren. Dat doe ik niet. Ik heb wel enkele aandelen die ook per kwartaal, het zijn Amerikaanse aandelen, dividenden uitkeren. En ik zie het eigenlijk gewoon als gratis geld. Heel leuk als er zo'n mailtje binnenkomt met de dividenduitkering is binnen als het op je rekening komt. Nu, ja, verzamel ik dat wat op de rekening en als dat bedrag groot genoeg is, dan ga ik dat weer opnieuw investeren. Als jij niet belegt in losse aandelen, maar in ETF's, dan kan je ook dividenden krijgen als van die ETF's onderliggende aandelen een dividend uitkeren, dan krijg je ook een stukje uitgekeerd en je zal dat dan zien dat dat ook bij op je rekening verschijnt. Er zijn zelfs ETF's die speciaal gebaseerd zijn op dividendaandelen en dat je op die manier kan dividend beleggen met dan toch de veiligheid van de spreiding over meerdere aandelen. Beleg jij bewust in dividendaandelen of heb je toevallig ook wat aandelen die dividenden uitkeren? Of ben je van plan om daarmee aan de slag te gaan? Laat dan zeker een reactie achter onder deze video. Laat me ook eventjes weten wat je ervan vond. En wil je meer video's zien rond beleggen en online ondernemen, dan mag je altijd abonneren op het kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik hoop jou ook weer te zien in een volgende video. Bye!